Ze wil vragen, maar ook niet. Ze weet dat het niets oplevert. Ze staat wachtend. Haar hand al lang niet meer open in de lucht. Er komt ook niets. Ze kan soms meedoen als ze een zin plant, als een zaadje. Ze zegt dan iets over hoe de ander zich waarschijnlijk voelt. Ze hebben dan een gesprek. Ze zegt soms dingen waar de ander blij mee is. Ze krijgt een knuffel. Ze krijgt thee. De jongere versie van haar staat nog steeds. Haar hand niet langer in de lucht, of toch? Een ijle hand, een ijle hand. Wat kan er ingelegd worden? Het is amper een hand. Deze hand kan alleen geschud worden door een andere ijle hand. Een andere hand die de ijlheid van het wachten kent. Deze hand kan alleen geschud. Deze hand kan alleen geschud. Door jou. Vandaag ziet ze zo'n hand voor zich en laat die hand haar hand vastpakken. Zachtjes. Anders is het al helemaal niets meer. In gedachten tilt ze zichzelf bijna op met de handenvoorstelling. Ze wordt er zweverig van, haar hand in de andere hand, alles in de mist en zij die opstijgt. Boven de wereld waar ze in woont, als een wolk. Ze voelt een licht fijn gewaad om zich heen, dit ben ik, denkt ze. Maar ze mist haar vlees, haar kuiten. Deze hand kan alleen geschud. Deze hand kan alleen geschud. Door jou. Ze voelt dat ze terug wil. De ijle handen laten elkaar los. Hoe is het met jou? Vraagt de ander. Wil je nog thee? Hoe is het met jou? Vraagt de ander. Wil je nog thee? Hoe is het met jou?